niet aanwezig zijn, willen we dit overhandigen aan onze burgemeester, Ahmed Abu Taleb. Aan u het woord. Dames en heren, lieve mensen, goedemiddag. Toen ik afgelopen dagen te horen kreeg dat deze demonstratie gehouden zal worden, dacht ik, dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Ik heb contact gehad met een paar mensen die hier achter op het podium staan, Aydin Peksert, maar ook met Saidi Galla. En ik vind dat een goed signaal op deze zondagmiddag. Dat we hier zo bij elkaar zijn om stil te staan bij al die gruwelijkheden die overal in de wereld op het ogenblik in naam van religie, in naam van dwaasheden worden begaan. Afgelopen weken zijn we opgeschrikt door geweld in Mali, geweld in de Ivoorkust, geweld in Turkije en hebben het nog niet over geweld in Syrië en Irak zelf. Gisteren een enorme bloedbad weer in Irak, maar ook geweld zeer dicht bij huis. Bij onze buren in België. En het is natuurlijk altijd zo dat als er iemand in jouw familie overlijdt, dat je daar veel meer verdriet van hebt dan als er iemand is die 5000 kilometer verder weg overlijdt die je niet eens kent. En toch is het zo dat heel veel mensen ongelooflijk begaan zijn met heel veel mensen in de wereld. Rotterdam telt nou eenmaal 174 nationaliteiten. En altijd lopen er mensen rond in Rotterdam die begaan zijn met het lot van mensen elders in de wereld, omdat ze daar een verbinding mee hebben. En ik denk dat dat belangrijk is, dat iedereen vandaag om hen moverende reden stilstaat bij die gruwelijkheden. En ik kijk naar de vlaggen en ik kan al een aantal identiteiten ontwarren. Goed dat dat vandaag hier gebeurt. Ik zag ook het digitale logo van deze manifestatie, waarop stond religie of geloof heeft geen kleur. Maar de mensen die dit allemaal ondergaan.